kneenagel beschadigd doordat hij ergens tussen geklemd is geraakt. En nu heb ik dus op de duim ook zo'n nagel als pa heeft. Het zal wel afvallen, het zal wel goed komen. Maar is daar dan ook wel een aparte ervaring? Ja, je hebt ook je duim geslagen, dan wordt het zwart en dan gaat het met de nagel afvallen. Ja, en als het beschadigt, dan gaat het een beetje weer wild groeien. Dat is wel, ja. Een paar is misschien ook geen nagel een beetje te trekken, maar het moet zelf vooruit gaan. Als je eraan gaat trekken, dan krijg je wild groeien. Als het van de kant uit. Ja. Dat is wel, ja. Ja, dat is wel wat een beetje meespeelt. Ja, dat gaan we af. Ze gaan er allemaal wel een beetje heel snel, ja. Ze hebben vragen gesteld over elektrische auto's. Degene die de subsidie krijgen, dat zijn de mensen die al het geld hebben voor een elektrische auto. O ja. Dat is ook zo, ja. Dat is ook iets wat kunstmatig hoog wordt gehouden. Want als je kijkt bij wielerdealers, Mercedes die ze regisseren, hoeveel onderdelen in een motor zitten, en dan de inspuitpomp en de koppakking en de dynamo en de startmotor en koelvloeistof. Hoe ingewikkeld dat is. Zoveel onderdelen. Er hoeft maar één dingetje kapot te gaan en je hebt pech met je auto. En de elektromotor is gewoon heel simpel. Dat is een spoel, een kogelaag, een as. En dan heb je het. Nee, maar, het maar toch zo belachelijk duur. Ja. Dit is gewoon mensen belazen. De motor kan simpel zijn, maar doen ze alleen high-tech techniek in. En daar kan je ook een kant mee uit. Als het heel simpel is, dan kun je zelf bepaalde dingen vervangen op een gegeven moment. Het is nu ook en, in. Ook het pakket, dat gaat niet zo. Dat is toch 200 kilo. Het is nu ook in om auto's om te bouwen. Tot elektrisch, ook eenden. En dat is heel leuk. Want dan heb je een hele snelle eend. Ik zag hier iets blinken. Ja, het is wel iets verstevig als het ermee maar materiaal is. Het een beetje veranderen. Nee, die wordt versterkt, hè, want die elektromotor heeft veel meer kracht. Dus, Oh ja. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ik heb nog maar een keer kijken wanneer je weer de bos ophaalt. Oh, dat zal dan morgen worden. Ja. Maar jongen, ik hang op, want het is wel lawaaiig hier. Op de Bergenweg. Ja, straks ook lag ik in bed en ik hoor ook de lawaai zitten. Die fictianen die werken hard, hè. Die zitten met die blote blazen, maar dat isolatie hier, dat haalt helemaal geen bal uit. En zo goed zorgen dat het minder geluid is. Die bladblazers zijn in veel gemeentes al verboden, zoals Amsterdam. Omdat die tweetaktmotoren hebben, moet dat elektrisch. Nee, hier werken ze nog met die brandstofmotor. Dan doen ze wat brandstof in, spriet en dan beginnen ze er weer te blazen. Dat is toch ook belachelijk als je uren moet werken. Je hebt die uitlaat heb je bij je neus. Dan zit je in die uitlaatgassen, want wat iemand zei... Dat klopt wel. Er was iemand die zei van een elektrische wagen is vervuilender als een brandstofauto. En toen zei hij van waar word je liever mee opgesloten in een garage? Met een elektrische wagen of een brandstofauto? Ja, maar als je die pakketten ziet wat ze op je rug... eerst hadden in de eind jaren 90. Ik denk wel als ze een pakje hebben van astronaut en ook. Is dat pakje wat je met blazen, dat ik een beetje op het schild van een schildstof.